Dit weekend is het weer zover. De klok gaat morgenavond een uur vooruit vanwege de zomertijd. Mooi voor mensen die graag 's avonds doorzakken op het terras, maar vervelend voor mensen die er zondag en maandag weer vroeg uit moeten. Te laat komen vanwege een verstoord bioritme, omdat je de klok bent vergeten vooruit te zetten, of gewoon hartstikke duf op je werk zitten. Het hoort er allemaal bij als je op een vaste tijd je bed uit moet. The immediate consequence is that you probably get a little bit less sleep for at least that day, but in general it probably lasts for even some weeks afterwards because your clock still wants you to be getting up a bit later. Het probleem valt wel te vermijden volgens Martha Merrow. Maar dat kan alleen als je de wekker uit je leven verbandt en op je interne klok vertrouwt. Mensen die dat doen houden gewoon hun ritme vast. Maar zodra je je bedtijd laat afhangen van de tijd op je horloge, gaat de wekker dus af voor je lichaam er klaar voor is. Met als gevolg een slaaptekort. No matter what time of year, no matter what season, time of life, the ideal is to get people off the alarm clock and then no one is suffering these repetitive daily bouts of sleep deprivation. Gelukkig voor de meeste mensen gaat de klok vooruit in de nacht van zaterdag op zondag. Veel stadjes kunnen uitslapen. Dat geldt niet voor de voetballers van Forward. Zij moeten zondagochtend weer voor dag en dauw de wei in. Forward-voorzitter Bob van Dijk heeft de telefoonlijsten al klaar liggen om alle laatkomers uit hun bed te bellen. Ja, je begint dus je bestuursjaar in oktober en dan gaat de klok een uur terug. Dus dan is het eigenlijk geen probleem. Dan laat je niemand eigenlijk wat weten, want dan komen ze sowieso op tijd. En iedereen aanvoerders bellen en hopen dat het allemaal een beetje doorkomt en dat mensen zich niet verslapen. Dat is in voorgaande jaren wel eens gebeurd, dat mensen zich verslapen hebben? Ja, ook. Maar er zijn ook mensen geweest die dachten dat de klok nu een uur achteruit ging in plaats van vooruit. En die komen dan 2 uur te laat. Een foutje is snel gemaakt. Bijvoorbeeld als je een moderne telefoon hebt. Dat hebben we vorig jaar gehad met iemand uit de eerste. Die had hem verzet op zijn telefoon, terwijl zijn telefoon het automatisch al zelf deed. Dus toen ging hij 2 uur terug.